Het directoraat cultuur hier vanmorgen in samenwerking. Onderwerp: toekomst van het funerair verleden, Oranjetuin. Tijdens dit symposium zijn de resultaten van een oriënterend onderzoek gepresenteerd. Dit onderzoek is verricht door Nederlandse deskundigen op het gebied van funerair erfgoed, die momenteel op werkbezoek zijn bij het directoraat cultuur. Het oriënterend onderzoek richtte zich op de staat van het Surinaams funerair erfgoed in het algemeen en in het bijzonder op de grafmonumenten in de Oranjetuin. De directeur van het directoraat cultuur, Stanley Sidoel, geeft aan waarom de Oranjetuin een historisch erfgoed is. Belangrijk naar de Oranjetuin zal kort zijn. Het momentum is er wel nu, waarbij alle neuzen van alle belangstellenden en belanghebbenden, stakeholders, beginnen in één richting te wijzen. Dat momentum is erg belangrijk. Het is voor ons als directoraat cultuur van belang om dat goed in de gaten te houden. Het momentum 1, gekenmerkt door het algemeen bewustzijn, zeker bij de politiek, dat Oranjetuin behouden moet worden. Dat is erg belangrijk. Het momentum gekarakteriseerd door het feit dat er ook zaken die reeds aan voorwerpen zijn gedaan door Stichting Beheer Oranjetuin / de Rotarians, Rotary, heel veel werk verricht, dat die werkzaamheden, veel onderzoek, veel is vastgelegd, dat die weer boven water wordt gehaald, uit de kas wordt gehaald en daarover als basis gebruiken voor bij de discussie van hoe verder met Oranjetuin. Philip Dikkeland, die van huis uit architect is, doet onderzoek naar funerair erfgoed als hobby. Hij is naar de Oranjetuin geweest nadat die is schoongemaakt en heeft zijn bevindingen en toekomstplannen voor de historische begraafplaats gepresenteerd. Gaan we even de gemaakte plannen voor de Oranjetuin de revue laten passeren. Eigenlijk ken ik maar één plan en u moet mij corrigeren als ik dat niet helemaal goed citeer, want ik kon het zo gauw niet vinden. Ik heb het ergens in mijn documentatie verstopt, maar kon het niet helemaal nadenken. De Stichting Oranjetuin heeft als enige een serieus plan gemaakt ongeveer een jaar of 15 à 20 geleden. Toen hebben zij de Oranjetuin opgenomen en een voorstel gemaakt voor gebruik van die Oranjetuin. In principe zeiden zij, as is. Laat die Oranjetuin, maar daar waar je echt niet kunt lopen, daar waar het drukst is bezet, daar halen we dingen weg, daar gaan we heel zorgvuldig mee te werk. Maar in principe laten we dat ding as is. Er zou dus restauratie van de meeste grafzerken op de plek waar ze zijn. Men zou enkele ruimen of verplaatsen. Er was gepland een columbarium aan de rand. Met een columbarium kun je geld verdienen. Met andere woorden, het wordt weer een actieve begraafplaats. En er zou een museum komen, een klein museum, met genealogische informatie en informatie over de Oranjetuin. Dat is het enige serieuze plan. Dat is dus in feite het heringebruik stellen van een begraafplaats. Het zou een begraafplaats plus worden. Philip Dikkeland, onderzoeker naar funerair erfgoed in Suriname. Hij heeft vanmorgen een presentatie gehouden tijdens het symposium dat door het directoraat cultuur in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gehouden in het CCS.